Ja, is goed. Ja, zeker. Elke detail is gewoon heel mooi. Want als je kijkt naar die symbolen, die hebben allemaal betekenis. Zoals de eerste, die hier in Nijmegen, daar zaten drie Mataruma's, drie clans. Ja. Oh ja, 1, 2, 3. En de andere bestaat uit 5. Gedeelte. Zo, dat lukt eigenlijk wel. Het is 7 stammen die het dorp hebben opgesticht. Ja. Dus, toen de Portugezen kwamen, ja, zijn ze naar Nederland gekomen om te bekeren tot de christenen. En dan praat je over 400 jaar oud. Dit zijn eigenlijk als je het bekijkt, is de betekenis eigenlijk de ruggengraat van het dorp. Ja. Let op de ruggengraat. Ja, ja. Er zaten 7 ribben eigenlijk. En dat zijn de 7 stammen waar ooit het ontstaan is. Dit is de berg, Salahuddin. Ja. Dit is een bron, de Wijsalakka, waar onze voorouder een speer gooit en leven. En daar is het leven ontstaan. Volgens mij zijn het herpje. Ja. En toen zijn de eerste 5 voorouders er meegegaan en die zijn volgens mij niet dan. Zijn die veranderd in de gedaante van die Morea, die Morena. Ja, ja, ja. En nog steeds, als ze dat oproepen, komt er een Morena buiten, heel groot, met een mooie vorm. De tekening van de stam, Patasima. Dit is de 4 windstreken, dit zijn een dans met 9 mannen en 9 vrouwen. Dat is echt wel die details in het film. Ja, dit is een teken van vruchtbaarheid, het teken ook van de dood. Met 9 mensen omheen. Ja. Cultuur, hè? Ja, cultuur, ja. Ja, ik zag mijn oom heeft het ontworpen. Dat kan niet. Dat wil ik gewoon erop hebben. Als stuk identiteit. Het symbool wil ik ook niet. Ja, ja. Een borstje. Dat is het één geheel. Ja, klaar. Want ik wil niet meer vol.